Welkom terug bij Radio Stamvaste. We zijn hier vandaag met Cold Noord Radio. in samenwerking met de Stamvaste Radio-verkiezingsprogramma. Natuurlijk, 22 november zijn er weer landelijke verkiezingen. We willen dat iedereen naar zijn stembus gaat. En daarom hebben we vandaag en morgen interviews met verschillende politici van verschillende partijen. Vandaag, eerste interview, hebben we iemand van bijeen. Stel jezelf alsjeblieft even voor. What's oh, good? Ik ben hier van bijeen. Lia Park, nummer 6 op de lijst. En um, ja, ik ben gewoon hier uh, te doen mijn little campaign thing. Dus ja. Uh, nice, nice, yeah. nice. Dankjewel, fijn dat je er bent. Mijn naam is trouwens Casper. Ik vergeet mezelf altijd voor te stellen als ik uh, een hey. interview doe. Mijn naam is Casper. Volg me op Insta, Casperold. Hoe kunnen we jou volgen? Uh, Six.North. Gewoon zes, uh, Six uitgeschreven. Op Instagram. Maar je kan me ook gewoon googlen at this point. Als je gewoon Leah okay. Park googelt, you'll be able to find Google me. me. Google, Google me. Google me. All right. En <laughs> ja, leuk dat je bent. Hoe is het verder? Ben je druk? Ja, het is super druk. Het is uh, campagne tijd, is wel echt een beetje chaos. Yeah. Um, en ik doe ook gewoon nog zelf heel veel werk en uh, ben bezig ook met een nieuw seizoen van de podcast ook. Okay. Dus ja, uh, yeah, it's crazy man. Het is dus een uh, beetje te managen allemaal bij elkaar. Je studeert ook nog toch? Ik studeer ook nog uh, psychologie. Ja, okay. dus uh, it's a lot. Drukke dame, drukke dame. Yeah. Maar je wil je wel graag inzetten voor anderen dus in, uh, in de samenleving. Yeah. Ja. Fijn. Okay. Hoe lang ben je al met politiek bezig? Oh, eigenlijk niet zo lang. Hmm. Um, als ik kijk naar mijn activisme, dat is dan wel langer, want mijn activisme was echt gericht op beleid. Okay. Dus um, de meeste mensen kennen mij of van de podcast, dus van vrouwen toilet. Dat is ook wel activistisch. Maar daarna ging ik ook best wel online heel vaak richten op uh, kwijtschelding van bijvoorbeeld afvalheffingen, die uh, gemeentelijke uh, belastingen. En daarna ook hoe je dus van je studieschuld afkwam nadat iemand anders viral die er dan geld voor vroeg, heb ik gewoon al die informatie gratis op mijn Instagram gegooid. Van, yo, listen, dit is hoe je er vanaf komt. Um, als je dus uh, een beperking hebt of iets dergelijks. Mm -hmm. En uh, ja, ik krijg gewoon berichten van mensen nog steeds, toevallig gisteren nog: van, joh, mijn studieschuld is gewoon, it's gewoon gone door jou, door jouw post. Dus oh, dat is wel wow. echt crazy. Dan ja, heb ik jouw hulp ook nodig. Ja, <laughs> <laughs> ik hoor je. Maar uh, echt politiek, politiek. Pas in april, toen ging ik uh, de fractie ondersteunen in Amsterdam Zuidoost. Okay. En uh, ik doe alle research en dan schrijf ik de bijdragers, die ze dus, de dingen die ze in de vergaderingen zeggen, okay. uiteindelijk in het stadsdeel. Oké, okay, oké. Okay. Je komt zelf ook uit Amsterdam-Zuidoost. Ja, ik ben daar opgegroeid. Je woont nu in? Ik woon nu in Rotterdam-Zuid. Rotterdam Zijn grote verschillen? Ja en nee, of zo. Het, weet je, de, de diversiteit aan culturen en mensen, dat is gewoon in principe hetzelfde. Waar voel je je meer thuis? No, dat kan je <laughs> niet zeggen toch, pa? <laughs> oh, jawel. Uh, kijk, ik voel, kijk, ik zeg altijd. Maakt niet uit waar ik heen ga. Als ik zeg maar, als je Rotterdam inrijdt en je gaat zeg maar zo de snelweg af, en dan zie je net even gewoon die skyline zo. Mm -hmm. Dan zeg ik altijd: Mijn kringspier ontspant wanneer ik weer op hoor. ben. <laughs> <laughs> dan, 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 dat, dat is gewoon wat goed voelt. Yeah, yeah. Um, maar I love both, maar dit is wel echt thuis. Oké. Okay. Ja. Okay. En wat, uh, ja, hoe is je jeugd in Amsterdam Zuidoosten? Hoe was dat? Uh, ja, zwaar. Um, echt opgegroeid in armoede ook. Uh, ook Best wel een lastig gezin ook thuis. De situatie is gewoon niet altijd ideaal. Mm -hmm. um, ik heb nu wel een supergoed bad met mijn moeder en dat soort dingen hoor. Dus dat is het niet. Maar het was gewoon, ja, als je jonger bent en je bent zelf ook nog zoekend, puberteit. En weet je, ik was ook gewoon queer. En, en ook gewoon heel erg, ja. Ik denk dat dingen in Zuidoost is heel erg. Je, je leeft in een soort van bubbel. Mm -hmm. Ik denk dat meer mensen dat wel hebben. Je hebt een soort van deze. 500 meter, dat is zeg maar je hele wereld. En ik ging steeds naar buiten. En daardoor had ik steeds meer zoiets van: ik word gewoon klein gehouden. En dat wilde ik niet. En dat gebeurde zowel thuis als wat breder. Um, dus ja, het was heel lastig. Ik heb ook, ben ook een tijdje dakloos geweest nog, de, uh, latere leeftijd. Hoe, hoe kan dat? Um, ja, ik kon niet thuis blijven okay. vanwege de situatie. En uh, ik kon ook niet zo 1, 2, ergens anders terecht. En ik was zeg maar net: als je net 18 bent, dan is het een soort van: hmm. weet je toch, het uh, zoek het uit. En, en dan loop je er gewoon echt een beetje tegenaan dat je niet echt snel ergens terecht kan. Gelukkig had ik wel werk en kon ik bij vrienden nog best wel lange tijd terecht. Um, dus een beetje dat bank slapen. En uh, ook oh, ik slaap een keer daar of oh, ik slaap een keer daar. En dan ik liet het ook niet echt aan mensen merken dat ik gewoon eigenlijk nergens terecht kon. Mm -hmm. um, maar het, het was wel. Ik weet niet het was heel erg. Ik wil niet zeggen humbling, maar het, was soort, het liet me wel echt zien: van oh, eigenlijk heb je maar zo weinig nodig om dakloos te worden. Terwijl we normaal best wel te snel denken van oh ja, je. Dan heb je een drugsprobleem. Of dan ben je, ik wil iemand die totaal niet met geld om kan gaan. of iets dergelijks. Maar dat is het ja. niet. Het kan gewoon echt gewoon een ongelukkige situatie zijn. waardoor je dus schip en wal eigenlijk daartussen valt. Ja, ja ik denk ook voor drugs en zo. dat er problemen zijn die misschien pas komen nadat je dakloos wordt. 100 procent, ja. ja. En uh, vind je dat er beter. dat er meer gedaan moet worden voor daklozen in Nederland? Ja, zeker. Ik was, um, even kijken, twee dagen geleden. was ik dus bij de Pauluskerk hier in Rotterdam. Mm -hmm. En um, dat was ook al nadat nou, we op de 5e oktober hadden ze dus dat uh, manifestatie op het Stationsplein. Dat ze in die tent gingen slapen overnight. En dan de volgende ochtend gingen ze dan met z'n allen ontbijten. Ja. Daar ben ik dus toen ook geweest. Heb ik ook een paar woorden gedeeld, maar ook heel erg geïmproviseerd. Ik was gewoon uitgenodigd door de ja, ja, ja. Uh, predikant, directeur van de Pauluskerk. Maar ik had dus een, een rondleiding daar. En ze liet me gewoon zien van, weet je, we hebben 25 bedden hier. En uh, dat is alles wat we overnight kunnen hebben. Overdag delen we maaltijden uit. Mensen kunnen hier gewoon in en uit lopen. Um, ja, toen ik daarnaar keek en bijvoorbeeld hun, bij hun kunnen ze geen vrouwen dus nemen, omdat het dus voornamelijk mannen zijn. Dus de vrouwen moeten dan weer ergens anders naartoe mm -hmm. uh, om te overnachten of voor like, langdurige duurzame hulp. En dan denk je toch van ja. Hoe kan dit, zeg maar, in een stad zoals Rotterdam, waarbij we zoveel ruimte hebben, zoveel gebouwen en al die andere dingen. Hoe kan dit dat, zeg maar, deze mensen zo aan hun lot worden overgelaten en vooral straks nu het weer koud wordt. Mm -hmm. De winteropvang gaat alleen maar open als het, zeg maar, onder nul is. Wat belachelijk is als je daarover ja. nadenkt. Dus ja. er moet sowieso veel meer gebeuren daarmee. En wat kan jij dan voor die mensen betekenen? Wat ga jij veranderen? Nou ja, sowieso um, binnen bij één hanteren we housing first, dus... Eerst onder dak en dan ga je naar alle andere dingen kijken. En wat we nu heel vaak zien, en dat is ook een beetje beleid tot nu toe, is van hè, uh, je gaat eerst je drugsprobleem oplossen. Of eerst dit probleem, eerst dat probleem. En dan pas krijg je een woning. Maar ja, dat slaat nergens op. Want ga maar aan je drugsproblematiek werken terwijl je op straat moet leven. Ja, je, heel veel mensen gaan ook aan de drugs om te kunnen overleven op straat. Um, dus we gaan echt van housing first aanpak. En daarnaast ook gewoon überhaupt gewoon de menselijke maat terugbrengen, weet je. Dat mensen die, die hun huis en hun kinderen zijn verloren bij het toeslagenschandaal, Ja, dat is bizar als je erover nadenkt. Dus de hulp moet en laagdrempeliger en toegankelijker en het moet er gewoon vanaf dag één zijn. Ik ben echt een voorstander van zorg zonder voorwaarden. Dus we gaan eerst voor mensen zorgen en als we, ze dan, hè, naarmate hun niveau stijgt, kan je ook met meer voorwaarden komen. Maar we hebben eigenlijk nu heel veel voorwaarden, eerst. en dan beschrijven ze zorg. Ja. En dat, ja, ik geloof daar gewoon niet in. Echt niet. Oké. Okay. En dat Housing First, is dat al iets wat al bestaat? Of ja, dat dat is een een, ja, dat is al een bestaand ja. uh, systeem. Ja. En kunnen daardoor een groot deel van een dakloze geholpen worden? Of is dat echt. Uh, ja, een... zeker. Ja. Zeker. Kan echt een groot deel van een de dakloze Want geholpen worden. Hoe bepaal je dan ja. wie er als eerste hulp krijgt, bijvoorbeeld? Nou ja, Housing First gaat meer om het beschikbaar stellen van woningen. Ja. En dat is zeg maar. Een deel van de oplossing om mensen dus naar een ander niveau te hebben. En vooral in uh, Nederland heb je dus heel vaak dat iemand verliest bijvoorbeeld zijn woning, komt dan best wel snel op straat te staan, maar ja, heb je geen adres, heb je geen um, uitkeringen of iets dergelijks, of geen bijstand, of heb je geen werk, of je kan je niet ergens inschrijven, een briefadres is ook niet zo makkelijk als mensen denken, of mensen willen het vaak niet doen omdat ze dan bang zijn dat hè, met hun belastingen uh, in, de, in de shit komen. Dus het is gewoon heel lastig wanneer... Je, Eigenlijk helpen wij mensen pas wanneer ze op straat staan. Mm -hmm. En Housing First is echt letterlijk, ongeacht hoe of wat, je krijgt eerst een huis. En het hoeft echt niet een villa of zo te zijn, maar gewoon je hebt eerst je eigen plek, je eigen bed, je eigen ruimte waarin je dingen kan doen. Mm -hmm. En dan gaan we kijken naar de andere problematiek. Mm -hmm. En daar heb je ook niet echt hele ingewikkelde constructies voor nodig. Maar het gaat er gewoon vooral om dat we... Ja, ervoor zorgen dat mensen eerst een dak boven hun hoofd hebben voordat we andere hulp aanbieden. Ja, maar in deze markt met huizen is het best moeilijk toch om uh, lege plekken te vinden? Absoluut niet. De huizenmarkt, niet? nee, de schaarste op de huizenmarkt is completely artificial. Okay. Want als je daaraan denkt dat het gros van de mensen eigenlijk thuis kunnen werken. Laten we eerlijk zijn, we all mm -hmm. did voor een groot deel tijdens corona. Mm -hmm. um, die kunnen gewoon thuiswerken. Er staan enorm veel panden leeg. Mm -hmm. De enige reden waarom er nu ook heel veel schaarste is op de markt, is omdat we alleen dure woningen bouwen. Ik bedoel, ik kan niet nu een huis kopen. Ondanks al het werk en whatever ik doe. En de meeste mensen die ik ken ook niet. Rotterdam Zuid wordt enorm gentrified. Met allemaal woningen die twee, drie ton minimaal. En met twee ton heb je een studio. Which is ridiculous. <laughs> dus de schaarste die er is, is gewoon completely artificial. Okay. Alleen gemeentes hebben een incentive. Hè? Ze worden aangemoedigd om dure woningen te bouwen. Want dure woningen is meer inkomen voor een gemeente. Dus hun halen investeerders aan en zeggen: Yo, ik heb deze grond. Dus ik dit bouwen een huis van vijf ton, want dat is dan weer een lekker potje voor de gemeente. Dus ik wil dat het heet de onroerende zakenbelasting. Ja. Um, dat is het, meestal de tweede of de eerste grootste inkomstenbron van een gemeente. Dus dat en dan de combinatie met hoe we uh, belasting heffen over sociale huurwoningen. Er is gewoon geen reden om goedkope woningen te bouwen voor corporaties, voor investeerders, et cetera. Dus daarom gebeurt het niet. Maar wat nou als we dat weg kunnen halen en dan dat het wel wat oplevert, want in ieder geval... Hè, niet het weggegooid geld is om zeg maar, te investeren in goedkope woningen... dan kunnen we het probleem oplossen. Hm. Maar ja, okay. het zal meenigen. Een uh, andere <laughs> groep die uh, ergens op zoek is naar woningen zijn natuurlijk studenten. Yes. Zou je dan hetzelfde toe kunnen passen op, op mensen die studerend zijn en een woning zoeken? Ja, het is in principe hetzelfde. Want dat is dezelfde schaarste uiteindelijk. Hè? Vroeger kon je best wel redelijk snel een, een starterswoning krijgen met een beetje een een leeninkje erbij en dit dat ze dus zo maar dat kan tegenwoordig niet meer. Je studieschuld telt nog steeds eigenlijk mee, hè? officieel onofficieel. Um... Ja, Godzijdank is de basisvers terug. Ja, maar ook daarin uh, de lening uh, rentepercentage gaat dan weer omhoog. Ja, wat, wat? Zeg maar, je kan niet winnen. Hè? Als daar, dat is toch maar sowieso heel erg tekenend van de politiek nu is dat je dat ene stapje naar voren is weer twee stappen terug. Zo van, oké, okay, ja, basisbeurs, maar ja, je rente gaat wel zoveel omhoog. Ja, dat is gewoon een tja, tja weet je? We gaan gewoon elke keer heen en weer. Ja, en hoe zou het dan anders moeten? Nou ja, ik vind... Dan maken we het studeren betaalbaar, nou... ook voor de rest van Nederland betaalbaar, zeg maar, en niet studeren. Ja, wij, wij vinden dat bij bijeen gewoon onderwijs moet gratis zijn. Is... Ja. Op elk niveau? Op elk niveau. En hoe wordt dat gerealiseerd? Nou ja, als we gewoon de, de fossiele subsidies schrappen, bijvoorbeeld. Dat is al één manier om het te doen. Je kan naar een, een, een relatief systeem gaan, dus waarbij je hè, hoe meer inkomsten je beschikbaar hebt, of wat, ook dat je dan ook meer bijdraagt. Maar nu, bijvoorbeeld, ik ben een van die mensen geweest dat ik dacht, ja, ik ga niet meteen doorstuderen, want dan werk ik mezelf gewoon de schulden in. En je kan wel zeggen, ja, maar als je een studie hebt, dan heb je een betere baan beter inkomen. Zo, nou ja, de meeste mensen die ik ken die echt goede opleidingen hebben gehad, kunnen nog steeds niet aan werk komen. Dus ik denk dat het. Dat we denken van, oh ja, maar er is stufie. Dat is heel erg van, ja, iedereen kan studeren, want we hebben studiefinanciering. Dat is een soort van heel lang de gedachtegang geweest. Maar dat is toch niet voor iedereen zo. En helemaal met hoe beperkt het systeem is. Want je moet fulltime naar school gaan, duaal met geluk. Uh, anders krijg je collegekrediet. Nou, dan heb je nog steeds niet iets om zeg maar, de rest van je levensstijl te kunnen bekostigen. Ja, je loopt gewoon vast. En uh, als onderwijs gratis wordt, uh, wordt dan een baanvinder later makkelijker? Nou ja, ik denk dat als onderwijs gratis wordt, dat wij veel meer kunnen bepalen hoe de markt eruit ziet. Um, Want nu zie je dat ambachtswerk, uh, dat dat best wel, ja, nu zeldzaam aan het worden is. Omdat iedereen dacht, nou, ik ga een economische studie doen. Dat is, dat... dat is ook een beetje wat door Nederland gepromoot wordt, toch? De kennis-economie. Ja, ja, precies. Die kennis-economie. Maar ja, aan de andere kant halen we ook enorm veel expats van het buitenland hier naartoe. Die ook woningen... Nemen, die minder belasting betalen, die bekostigd worden door hun bedrijven om hier te wonen. Ze krijgen vergoedingen en verhuizen, enorme inkomens, maar die bedrijven waarvoor ze werken, die betalen zelf niet eens belasting. Ja. Dus je vindt dat we minder experts uit het buitenland moeten aantrekken? Nou ja, ik vind dat we gewoon moeten kijken of we niet die banen aan de mensen hier kunnen aanbieden. En als we, we kunnen prima mensen uit het buitenland halen, daar ben ik totaal niet tegen. Maar ik denk wel dat er ergens in dat systeem een soort van knik zit want waarom is het voordeliger om iemand uit het buitenland hier naartoe te halen, een huis voor te, te zorgen, en ook nog alles te bekostigen dan iemand die hier al is. Hm. Dat is vreemd. En dat is gewoon een belastingtechnisch iets. Ze hoeven gewoon geen belasting te betalen voor die mensen en voor hun bedrijfsvoering. Dus jij wil dat veranderen. Ik vind gewoon dat als ze gebruik maakt van de Nederlandse in infrastructuur als bedrijf, dan moet je daar gewoon lekker voor betalen joh. duidelijk. En uh, als we dan nog even teruggaan naar studenten. Studenten-OV. Mm. Is natuurlijk fijn voor ons dat we lekker gratis met de trein kunnen, maar mm. kost dat niet een hele hoop geld voor mensen die niet studeren? Zeg. Als je namelijk gewoon een, uh, een NS-vrij reizenabonnement neemt, hè, als niet-student, dan kost het volgens mij eigenlijk meer dan 300 euro per maand. Ja, ongeveer 370, 360. En nu dus voor alle mensen die niet studeren moeten meebetalen aan het gratis reizen van studenten. Is dat wel zo, denk je? Maar voor wie betaalt het anders? Wie betaalt het überhaupt? Ja, ik denk belastingbetalers. Nou ja, nee. Kijk, NS is nu natuurlijk een privaat bedrijf. Mm -hmm. Ik denk dat als NS hun marketingbudget zal steken in bijvoorbeeld be zeg maar, hè, de, de bedrijfsvoering zelf, dan dat je daar al best wel veel winst maakt. Want als ik kijk naar hoeveel reclame de NS maakt en hoe shit hun service is, dan. Ja, de prijzen worden ook alleen maar duurder. Het wordt steeds de... duurder. Het is gewoon goedkoper voor mij om naar het buitenland te gaan dan zeg maar Amsterdam-Groningen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is bizar. Dus zit, daar zit ook iets wat niet helemaal klopt. Uiteindelijk denk ik wel, um, kijk, bij pleit voor gratis openbaar voor. Ja. En wat de, de, de fout die heel veel mensen nu maken hè, in het eigenlijk bekijken naar, oh, maar wat als dit gratis wordt, wat als dat gratis wordt, hoe gaan we dat betalen, hè, is dat allereerst, we hebben volgens mij 300 miljoen, 300 biljoen, echt in ieder geval enorme bedragen aan geld dat we uitgeven aan wapensinkomen. Onder andere uit Israël, Free Palestine nog State. We hebben jaarlijks subsidies. 46 miljard was het totaalbedrag tot nu toe ongeveer. Wat we weggeven. Dat zijn belastingvoordelen voor een tata voor een Steel, voor een Shell, voor een Gemoer. Dan heb je een, um, het, de manier waarop bijvoorbeeld eigen risico en de zorgverzekering in elkaar zijn gezet. De manier waarop we toeslagen doen, belastingen. Zeg maar plastic toeslag, dat is ook zo iets. Doe normaal. Weet je, dus daarin merk je gewoon heel erg dat... Ik ben het niet eens met de plastic uh, toeslag. Nee, absoluut niet, want of waarom niet? moet de consument daarvoor betalen als we eigenlijk het bedrijf moeten dwingen om het op een andere manier aan te bieden? Maar nu leg je dus de verantwoordelijkheid bij de consument om bewust keuze te maken, toch? Nee, 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 juist niet. Ik zeg, dat geld is er al. Het geld om alles gratis of in ieder geval betaalbaarder te maken, dat is er al. Alleen nu geven we het aan bedrijven die hier gewoon brievenbus bv's hebben en gewoon nul belasting betalen. Die voordelen geven aan hun. Daarom zijn die bedrijven hier. Daarom zijn die banen ook hier. Maar het gros van die banen gaan ook weer naar expats. Dus we zijn in een soort van rare loop. Ja, ik noem het de Rutte Loop. Beland, <laughs> waarbij zeg maar, BV's en grote multinationals hè, heel veel voordeel hebben. en dan halen ze werk hier naartoe en dit. Maar hun doen niks voor onze infrastructuur. Dus als we erover nadenken dat bijvoorbeeld een of andere gekke miljardenbedrijf, hè, Amerikaans bedrijf, hier een adres heeft. Uiteindelijk, en zijn financiële constructie ook hier, nee. haalt bijvoorbeeld duizenden mensen hier naartoe, betaalt nul belasting. Maar wel volle metro's en parkeren en de wegen en dat soort dingen, maar betaalt nul belasting. Dat is bizar. Mm -hmm. Weet je, dus het geld is er gewoon, we moeten het gewoon anders gaan indelen. Oké. Okay. Even onderwerp veranderen. Ik heb een stelling voor jou. Oké. Okay. Is oorlog ooit goed te praten of nodig? Gewoon nodig. Is oorlog ooit goed te praten of nodig? Jezus, dat vraag je me nu. Dat um, zijn de vragen die we willen weten. Daar hebben we ja, antwoord nee. op nodig. Is oorlog ooit goed te vragen of... Nee, in principe niet. Ik vind het van niet. Want oorlog, uiteindelijk is oorlog 9 van 10 keer een... Uh, een, een ik wil niet zeggen diplomatisch, dat klinkt alsof het een soort van goed te praten is. Maar het, het gaat heel vaak over hè, onderhandelen, over uh, economische dingen, over resources. Heel veel oorlog gaan uiteindelijk om olie, goud en dat soort dingen allemaal. Mm. Maar in plaats van dat die mensen het. Oorlog... Ik heb liever dat, I don't know, wereldleiders gaan boksen of zo. En dat ze de rest van de mensen er tussenuit laten. Want als je erover nadenkt, het is bizar dat, zeg maar, jij dood moet gaan. omdat iemand olie wil halen uit jouw land. Dus ik vind oorlog sowieso nooit nodig. Hmm. En hoe, uh, wat vind je van uh, de reactie op de, bijvoorbeeld de situatie in Israël en Palestina. vanuit de Nederlandse politiek? Bijvoorbeeld Rutte, die uh, de president van Israël zijn vriend noemt. Uh, Kijk, Israël steunt, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ik was gisteren in Den Haag om te protesteren. De hele dag. Ik heb uh, een ander protest meegemaakt. Pro-Palestina. Uh, pro Pro-Palestina, ja. Uh, andere dag ook meegemaakt was toen in de avond. Uh, dat was nadat ze het ziekenhuis uh, in Gaza hadden gebombardeerd. Was ik ook uh, op het stationsplein, ook pro-Palestina. Kijk, uiteindelijk, uh, het conflict in, in, in wat er nu in Palestina gebeurt, is. Het is geen conflict. Het is gewoon jarenlange koloniale onderdrukking door Israël. Uh, het is een koloniale schuld die door de Verenigde, Verenigd Koninkrijk, door de UK is zeg maar gemaakt. En die wordt nu bekostigd door de US en Europa. Nederland koopt zoveel wapens en wapensystemen in vanuit Israël die gewoon worden gebruikt en getest op Palestijnse burgers. Dus hoe ik daarover denk is dat Rutte is gewoon een ordinaire wapenhandelaar en die moet gewoon zo snel mogelijk als een oorlogscrimineel behandeld worden, want dat is gewoon precies wat hij is. Mm -hmm. That's it. Dus als jij uh, in een machtpositie zou zitten, zou je niet meer wapens inkopen, zeg maar geen oorlog voeren? Ja, zeker. Wij zijn sowieso tegen wapenleveranties en dat ben ik in principe ook. En het is ook geen oorlog, want uh, de Palestijnen hebben geen macht. Ze hebben, geen, ze hebben Israël, moet iedereen, zeg maar, verplicht het leger in. Als het leger niet ingaat, iedereen heeft daar dienstplicht. Als je dat niet doet, ga je gewoon nog vangenissen in een paar maanden. Als het niet langer is. Dus hun zijn gewoon vanaf dag één een leger aan het bouwen. Want iedereen heeft dienstplicht: vrouwen, man, iedereen. De Palestijnen hebben dat niet. Ze hebben geen dienstplicht, ze hebben geen, geen militaire infrastructuur, helemaal niks. Dus er is geen oorlog, want de oorlog gaat over gelijke machten die tegen elkaar vechten. Ja, jij zegt machtsverschil is heel groot. Ja, enorm. En alsnog als Nederland steunen wij de machtige kant. Ja, maar dat is omdat er gewoon een economisch um, belang daar ligt bij Israël. En ook gewoon dat deze mensen gewoon hallucinant zijn. Ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Want hoe, hoe zie je niet wat er aan de hand is? En dat zie je ook aan de hoeveelheid propaganda die gewoon rondgaat. Um, kijk, uiteindelijk. Ik ben niet Palestijns. Ik woon daar niet, ik kom daar niet vandaan. Ik heb daar nu ook geen voeten aan, aan de grond, om het zo te zeggen. Maar het is heel duidelijk dat als Israël water, eten en dat soort dingen allemaal kan afsnijden van het Pal Palestina, van de Palestijnse mensen ook, dan is daar al een machtsverschil. En ze zijn gewoon al jarenlang gewoon oor echt oorlogs oorlogscriminele dingen aan het doen. En daar wordt gewoon niks aan gedaan. Ze hebben gewoon scheid aan humanitaire dingen, ze hebben scheid aan de regels. Nou ja, weet je, dan moeten wij dat misschien maar ook hebben en gewoon zeggen: van we steunen het gewoon niet meer. En ik zal doorgaan met protesteren tot het gewoon stopt. Interessant, super interessant. Hey, uh, even terug naar Nederland, want oorlog leidt vaak tot, uh, tot, tot vluchtelingen, mensen die hun mm -hmm. eigen land uh, verlaten. Mm -hmm. Vangen wij in Nederland genoeg mensen uit het buitenland op? Vangen wij in Nederland genoeg mensen uit het buitenland op? Wat is genoeg? Dat is de vraag aan jou. Ja, nou ja, vind ik dat we. Nee, ik vind dat we dat misschien nog meer moeten doen. Kijk, ik denk dat. De vluchtelingenkwestie gaat altijd over aantallen. En dat is echt zo'n. Een, 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 ja, een Rutte-techniek om dingen te bespreken. Van Dylan, maakt niet uit wie van de twee kiest. Um, het, pro het probleem wat we hebben met vluchtelingen. heeft niks met de aantallen te maken. Ook daarin de schaarste voor opvang is gecreëerd. Dat is gewoon beleid geweest. Ze hebben het constant lopen terugtrekken, lopen terugtrekken. Minder beschikbaar, minder gebouwen, minder bedden, minder mensen. Dat is gewoon, het is gewoon helemaal gemaakt. Want we hebben die ruimtes gewoon. We hebben genoeg kantoorpanden die leegstaan. Maar waarom weet niemand dit dan? Waarom weet niemand dit dan? Dat is propaganda en media. Snap je? Dat, dat is zeg maar. Denk je dat een asielzoeker of een vluchteling. zijn verhaal mag doen bij de Volkskrant? Nee, tuurlijk niet. Maar een, maar een ruttel van andere. <tus> andere persoon met een machtspositie wel. Um, dus nee, de mensen weten het niet. Die informatie is er wel, maar dan moet je er naar op zoek. Nou ja, de gemiddelde. Laten we zeggen de gemiddelde Nederlander, hè? dus daar heb ik het niet over Rotterdam of een Rand, maar gewoon echt de gemiddelde Nederlander, die leest de NRC, de Volkskrant en al de Telegraaf en dat soort dingen, die gewoon vol staan met transhaat, racisme, discriminatie en haat tegen elke andere groep uh, en dat soort dingen en Israëlische propaganda. Nou ja, dat is wat ze lezen. Ze mm zijn -hmm. uh, bang dat hun cultuur misschien uh, aangetast wordt door mensen uit de buitenland. Maar ja, hoe kan iemand zo'n cultuur afnemen? Dat weet ik niet. Maar dat is. Denk ik wat veel mensen. <laughs> ja. die bang zijn voor vluchtelingen. die dat wel denken. Nou ja, De Nederlandse we... cultuur. wat misschien niet eens bestaat. Nou ja, kijk. er is zeker wel Nederlandse cultuur. of het iets is waar we bijzonder trots op moeten zijn. dat is een hele andere discussie. Maar. iemand kan niet jouw cultuur afnemen. want als dat zo was. dan hadden mensen van kleur ook geen cultuur meer. Mm -hmm. Zo simpel is het. Hoe zou jij cultuur definiëren? Cultuur is een, een. een overeenkomst. van het betekenis hebben. van verschillende elementen. die te maken hebben met jouw achtergrond, land van herkomst of uh, familielijn. Dus dat kan zijn taal, dat kan zijn normen en waarden, uh, gebruiken, rituelen, een soort kleding die je draagt, uh, de manier waarop je jezelf uh, presenteert naar de buitenwereld. Maar ook dat we erover eens zijn als meerdere mensen, dat dat een, ja, dat dat een betekenis heeft. Dat vind ik cultuur. En wij denken in het Nederlands context heel erg over hè, kunst en muziek en dat soort dingen allemaal. Maar voor mij is dat... Ja, je kan een, een pokoe maken, maar dat betekent nog niet dat het cultuur is, snap je? Ik bedoel, mm. ja, iedereen kan, uh, ik veel, een beetje voor loops en. Uh, <laughs> en <dat soort laughs> shout, soort shout out for the loops. Shout out for the <laughs> loops. Maar ik bedoel, kan iedereen in principe. Maar pas wanneer meerdere mensen het overeen eens zijn dat het betekenisvol is, dat maakt het een stukje cultuur. Dan heb je het over classics bijvoorbeeld, snap je? Dus ja, ik weet niet, als iemand je cultuur kan afpakken, dan is je cultuur waarschijnlijk niet zo betekenisvol als dat je denkt dat het was. Mm. Oké. Okay. Interessant, wat heb ik nog een stelling voor je. Mm -hmm. Zou vrouwenrechten een grotere prioriteit moeten zijn in het leven van mannen in Nederland? Nou, vrouwenrechten... De bel gaat, maar we gaan gewoon lekker door oh. hier. Uh, zou vrouwenrechten een grotere prioriteit... Nee, vrouwenrechten zijn mensenrechten. Like... Wat zijn mensenrechten dan? Mensenrechten is Dat gewoon... Is ja, mensenrechten, gewoon, ja, waar iedereen gewoon, wat we kennen als human rights, gewoon hè, onderdak, uh, inkomen, onderwijs, et cetera, et cetera. Mm -hmm. um, vind ik dat mannen zich daarin aan ons moeten alliëren, 100 procent. Mm. Toch? Maar at the same time, ik ben heel erg, ik weet niet, ik, ben, ik heb het ook een beetje met racisme de laatste tijd, dat ik echt denk van ja, als je het hebt over racisme, dan zeg je eigenlijk dat ras bestaat. He, en het effect van de racisme, wat, wat mensen voelen en, en de uitsluiting, dat is helemaal legit. Maar je zegt alsnog dat ras bestaat en het bestaat niet. Mm -hmm. Het is gewoon een gemaakte hoeveelheid regels die te pas en te onpas veranderd worden. En dat heb ik ook een beetje met like, vrouwenrechten. Als je zegt dat vrouwenrechten echt een ding zijn, dan zeg je dus ook eigenlijk dat vrouwen anders zijn dan mannen. Mm -hmm. En daarom zijn er uitzonderingen. Maar zijn vrouwen en mannen hetzelfde? Nee, zeker niet. Maar dat is geen reden om te kijken naar rechten. Mm -hmm. Snap je? De legitimiteit van vrouwenrechten is soort van dat betekent dat je anders bent dan mannen. Maar zeg je, wat is mannenrechten bijvoorbeeld? Dat is ja. not a ding. Exactly. Dus omdat we onderscheid maken van vrouwenrechten versus normale rechten, I guess, legitimeren we ook het feit dat het onderscheid betekenisvol is. En door te herkennen, herkennen bestaat het ook, zeg maar. Juist. Okay. Snap je? Dus. Maar heb je het idee dat het wel nog een probleem is, zeg maar, verschillen tussen mannen en vrouwen? in de Ja, 100%. Maar ja, mannen maken ook de meeste van de regels. Ik denk dat alle problemen een beetje daar beginnen. Maar jij bent een vrouw en je hoopt natuurlijk dat regels kunnen veranderen. Welke regels zou je dan willen veranderen zodat het verschil minder groot wordt? Mm, nou ja, ik denk sowieso wat we heel erg moeten doen is het systeem bevragen op hoe legitiem onderscheid is. Um, en daar kritisch naar kijken, want heel veel van onze wetten zijn gewoon ouder dan het, dat de meeste mensen nu zijn. Um, en er is nog niet heel erg kritisch naar gekeken, er worden wel dingen toegevoegd of whatever maar er wordt niet echt gekeken naar, hé, hey, hoe legitiem is dit in, zeg maar, ons rechtssysteem, om het zo te zeggen mm. en aan de andere kant denk ik, ja, dat we gewoon, hè, bijvoorbeeld abortusrecht, dat is nog steeds strafrecht gerelateerd, dat mag ook wel anders ondertussen, maar we hebben ook een paar wins gehad over, hè, dat bij bijvoorbeeld uh, verkrachting is niet meer, um, je noemt het fysiek, uh, fysiek gedwongen worden is niet meer nodig om het als verkrachting te laten gelden Alleen ja, hoe aantoonbaar, hoe, hoe dat werkt natuurlijk echt in een, in een rechtszaak. Ja. Je ne sais pas, weet je. Dus ja, er moet wel veel gebeuren. Daar hebben we zeker mannen voor nodig. Maar ik denk niet dat vrouwenrechten eigenlijk een ding zou moeten zijn. Okay. Het is helaas dat het wel zo is. En uh, als we het hebben over verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ook bijvoorbeeld tussen arm en rijk in de samenleving. Mm -hmm. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om die kloof tussen verschillende groepen kleiner te maken? Ligt dat bij de overheid of bij de, het volk zelf? Bijvoorbeeld tussen arm en rijk de rijke mensen meer doen om het verschil tussen hun en minder bedeelden in de samenleving kleiner te maken. Of ligt dat vooral bij de overheid die beide. Het moet tegelijkertijd gebeuren. Kijk, wat heb je nodig om rijk te worden? Dat is per persoon verschillend. Nee, mensen die arm zijn. Jij bent geld. alleen rijk als iemand anders arm is. Geld, mogelijkheid om geld te verdienen. Ja, maar je bent alleen rijk als iemand anders arm is. Hmm. Dus als dat, als die noodzaak dat iemand anders arm moet zijn, als dat wegvalt, dan is het opgelost in principe? Mm. En dat is hetzelfde met hè, iemands legitimiteit als man. Dan heb je het over patriarchaat, maar zonder daar helemaal in te duiken. Um, zeg maar dat een man meer waarde heeft of de regels mag bepalen. is ook al omdat vrouwen dat niet mogen. Snap je? Dus voor mij is een soort van. Hoe zorgen wij ervoor als overheid. dat we in beleid, in wetgeving, et cetera. dat zoveel mogelijk kunnen minimaliseren? En aan de andere kant moeten we het ook minder belonen dat zeg maar die dingen waarde hebben. Dus hè, dat, bijvoorbeeld, ik kan honderd dingen weten en als ik naast iemand anders sta en, en die gastvallige man, dan als ze het hebben over de managers, dan dus het waarschijnlijk tegen hem hebben. Hm. Snap je? Dus hoe legitiem is dat dan dat dat, dat soort van nog steeds de norm is? Dus de enige, re, de enige manier om dingen te veranderen is om de norm op te rekken, zeg maar. En dat moet met beide. Maar ja, als, zolang mensen rijk willen zijn, zolang zij dat zien als iets goeds. Uh, en dat zien we de meeste mensen ook als iets goeds. Mm. Ondanks dat de meeste rijke mensen die we zijn gewoon klootzakken zijn. Um, ja, take, dan zal het I'll zo take. blijven. Hard huh? take, hard take. Nou, is helemaal geen hot take. <laughs> dat is echt, uh, de thee is koud. En uh, als je het nu nog niet weet, dan uh, weet je het nu. Oké, oké, oké. Goed, we zijn bijna op het einde gekomen van dit interview. Neem nog even twee minuten de tijd om... Jou zeg je te doen, waarom moeten mensen op jou stemmen? Waarom moeten mensen op mij stemmen? Well, first of all, <laughs> um, nou ja, ik, ik ben een van de weinige mensen, dat durf ik echt met chest te zeggen, die uit persoonlijke ervaring kan spreken en ook nog uit het stukje beleid, uit kennis, uit academisch, uit onderzoek. Echt, ik kan dat bij elkaar brengen. Ik kan echt kijken, oké, okay, wat doet beleid op menselijk niveau, praktisch niveau? Ik heb echt mijn voeten in de modder, weet je. Dus niet alleen maar nu omdat campagnetijd is, maar echt langer termijn al ben ik bezig met verschillende organisaties om hè, emancipatoire dingen te stellen Met mijn podcast, met mijn andere activisme. Um, en ik ben gewoon... gewoon je weet toch, ik ben, ten eerste, ik ben gewoon een lekker ding. Let's be honest. Ik bedoel, als je toch naar nou iets moet kijken in de Tweede Kamer, dan... <laughs> nee, maar... Um, nee, maar even serieus. Gewoon. Kijk. Ik vind gewoon dat we iemand in de kamer nodig hebben die gewoon echt met een beetje nieuwe, frisse energie, maar ook kritische energie, het kan doen. Ik ben ook niet hongerig naar macht of zo. Ik zie echt dit als een middel weer om dingen te kunnen veranderen, net zoals met alle andere dingen. Um, en uiteindelijk, kijk, weet je, ik heb liever dat mensen gaan stemmen op iemand van kleur, op een partij die echt van kleur is, zeg maar, en dat wij daar in de meerderheid kunnen halen. Want weet je, stem je niet of stem je rechts of stem je ik veel GroenLinks, Centrum links, hoe ze het ook willen verpakken, is gewoon onzin. Uh, maar dan blijft alles gewoon zoals het is. Weet je, Dan blijven we wapens kopen van Israël. Dan blijven de mensen op straat slapen. Dan wordt nog steeds alles duurder. Moet je ook meer betalen voor je parkeerbelasting. Weet je, het is gewoon. Als je echt voor verandering wil gaan, dan moet je echt voor iemand gaan die gewoon zijn bek opentrekt en gewoon zegt: luister dan je lult. Dit is hoe het echt zit. En dan that's me. Klaar. Duidelijk. Heel erg bedankt <laughs> dat je hier was. Succes yeah. met de verkiezingen. We gaan even naar een kleine onderbreking en zijn we zo meteen terug met de volgende interviews. Hier op Stalf, de Radio.